vind Linda zo stoer dat ze gewoon als eerste bij de microfoon gaat staan. Ja, natuurlijk. En het verhaal doen. Toen dacht ik, nou, dan wil ik ook. Dan wil ik ook gaan. En dat heb ik voor het eerst van mijn leven op de radio. Wie hebben we bij de interruptiemicrofoon? Mijn naam is Linda Graanoogst. Ik ben publiciteitscoach. En ik help gedreven en bewuste ondernemers met gemak in het nieuws te komen. Ja. Zodat klanten naartoe stormen. Kijk aan. Dat is mijn pitch. En ik ben echt helemaal met je eens, Edo. Want ja. Mijn klanten zijn ook zo. Het moment dat zij hun verhaal helder hebben, daar help ik ze bij. Kunnen zij hun klanten beter bereiken. Dus het spijt me, Richard. Ik ben het zo vreselijk oneens met je. Het helpt gewoon om een helder verhaal te hebben en dat gewoon goed voor de bühne te brengen. Ja. Weinig vragen jullie is, jullie hebben het niet getest. Jullie roepen maar wat. Is het precies hetzelfde als bijvoorbeeld Simon Sinek met zijn why? Dat het helpt om een golden circle en je why te hebben. En als je why hebt, dan word je succesvol nadat je geen why hebt. En dat hebben we gewoon helemaal niet getest, dames en heren. We roepen maar wat. Je bent dus collega van Betty. Ja, mijn collega. Ik ben er meer dan trots op dat wij als evaluatie hoge cijfers krijgen. Ik heb ook het idee dat trainingen mensen heel veel hoop en inspiratie geven. En wat is de definitie van succes? Als je mensen hoop geeft en richting geeft, ben je volgens mij al heel succesvol.